De televisie, mijn televisie, is in een opgewekt tempo naar de kloten aan het gaan. Ja, als er een feestje bedorven moet worden, dan kun je mij het beste uitnodigen. Wat is er mis? De streamingdiensten gaan domineren als de lineaire zenders niet tijdig het roer omzetten. Meer moet live, want dat doen zij niet. Nog niet, behalve Guus Meeuwis komend weekend. Juice-kanalen overwoekeren de bestaande showrubrieken met meer gevaar voor fake news. Dan doe hem dichterbij hoor. Als u de expert bent, dan... Ja, ik help maar even. Ik weet het ook niet. Is het goed zo? Ja, hè? Ben ik te verstaan achterin? Ja, dus kom je maar naar voren, ja. Godzonder. Als het toch zo goed gaat met jongeren voor NOS Start en NPO Plus, wordt het tijd NPO 3 om te bouwen met nieuws, actualiteit, documentaires en sport. Aangezien de afzender van de meeste programma's alleen uit de linkerbovenhoek valt op te maken, kan het bestel toch echt eens op zijn kop. Series als Arcadia en Anoniem zijn Netflix-achtig. Hollands Hoop werd zelfs de Nederlandse Breaking Bad genoemd. Maak drama-series die authentiek Nederlands zijn. Steeds meer sport, zie Formule 1, verdwijnt achter de decoder. De lijst van Must Carry, programma's die op open kanalen moeten worden uitgezonden, moeten aangepast worden. En de grootste vraag die ons vandaag kwelt is, wat doen we met Nadja? Bedenk, zoals een bobo zei toen het allemaal begon in 1951, we hebben de bereidheid de televisie te gebruiken voor het brengen van goede, verantwoorde ontspanning, maar we hebben vooral ook de wil de culturele en educatieve mogelijkheden van de televisie niet te verwaarlozen. Dat was wat zij hoopten. Dit is wat wij kregen. Sterreclame, ziekenhuisopname, talentenjacht, een van de acht camera's, pindakaas, quizkandidaten, Wagner-soldaten, straatprijs, weer geen ijs, koe in prikkeldraad, wegpiraat, gevaarlijke wegen, één stem tegen, eliminatie, masmeer krijgt gratie, taalgebruik, zwembadduik, relatieleed, kijkmagneet, klustalent, concurrent, reisbureau, domino, natte zoen, 1 miljoen, emo-tv, cabaretier, de leukste thuis, feestgedruis, late night show, reisbureau, rollerrubriek, statistiek, koffietijd, eenzaamheid, kruisgesprek, full playback, hoop gedoe, autocue. Ja, vind ik wel, ja. Je gaf hem aan. We zijn hier vandaag bijeen om de onmisbare mensen achter de schermen, die vaklui backstage, om met Henny Huisman te spreken, in het zonnetje te zetten. Het zal wel aan mijn leeftijd liggen dat ik me de meeste mensen herinner uit die bijna 10 jaar bij Topop. Arjan, die mij credits gaf voor mijn stijl van muziek regisseerde. Dick, die zulk waanzinnig mooi licht maakte. Favoriete cameramannen als Lex, Peter, Rudy. Dat geweldige duo waarmee ik op pad ging, Tjeerd en John. De opnameleiders, Fred en Ted. De symbiose met schakeltechnici als Dick en Lammert, Hielke. Ik kan zo een tijdje doorgaan, maar ik pik er één beroepsgroep uit. De toneelmeesters. 1983. Topop tufte lekker door. Maar we hadden een probleem. Aan het eind van ieder televisieseizoen werd het budget voor het volgende seizoen vastgesteld. Daar werd bij de AVRO niet moeilijk over gedaan. Je kreeg gewoon hetzelfde dat je vorig jaar had gekregen. Maar we hadden een probleem. We hadden te weinig uitgegeven. Er moest even met geld gesmeten worden. En daar belandde het singeltje van Nena op ons bureau. 99 Luftballons. Als we daar nu eens wat spectaculairs mee gingen doen. Er was inmiddels een afdeling special effect van de grond gekomen. Voor de Rivers of Babylon van Boney M. had ik al eens groene mist besteld. Je kon natuurlijk ook gewone mist groen uitlichten. Maar dit zou vast een fraaier effect geven. Daar gingen we. Een eerste repetitie, dan ook maar meteen ijsmist, groen. Boney M. en de volledige crew zijn kotsend en kokhalsend de studio uitgevlucht. Maar ik gaf het niet op met de afdeling Special Effects. Special Effects had namelijk voor meer kennis van explosieven contact met de landmacht. We konden op een leger terrein bij Stroe wel opname maken voor die hit van Nena met echte bommen. Ik was generaal Patton die dag. Ik was Werner Herzog. Ik was Francis Ford Coppola. Er werd een podium gebouwd. Bij daglicht maakten we wat opname van Nena alleen. En toen de duisternis was gevallen, ging het bandje staan en kon de playbacktape gestart worden. Ik gaf de cues voor de ontploffingen.
Maar Nena en haar mannen stonden met hun rug naar het exploderend gevaar. Een hittestroom kolkte over hun lichaam. Ze dachten dat ze in de brand waren. Ze schrokken zich te pletter en maakten dat ze wegkwamen. Ik had één halve take. Die Hollander was helemaal gestoord. Ze verdwenen in de donkere bosjes. En ik erachteraan. Ik had kunnen smieren, maar ik koos voor een aanpak die me echt minder vertrouwd was. Ik werd boos. En ik werd boos in het Duits, wat verreweg de beste taal is om boos in te zijn. Feiglingen, het is ja geen wonder dat ihr den Krieg verloren had. Misschien niet helemaal de juiste benadering. Maar mirakel. Ze keerde terug voor nog één take op het podium zonder explosies. Het clipje werd door de platenmaatschappij aangekocht en op MTV over de hele wereld uitgezonden. Met dank aan twee toneelmeesters. Het was mijn droom geweest regisseur te worden en die dag op de hei voelde ik mij meer dan ooit regisseur. Ik heb de draagbare camera, was dat niet in LDK 14, Jos? Kijk ik je even aan, nog zien komen. En de tulip crane en die blueswaren Ampex-banden zien slinken tot schijfjes. Ik heb nooit met een robotcamera hoeven te werken en al helemaal niet met een Q-pilot. Wanneer is vooruitgang eigenlijk achteruitgang? Een paar maanden geleden schoof ik aan bij Koffietijd. Wie regisseert, vroeg ik. Jos, hoorde ik. Oh, zei ik, leuk, ga ik hem even gedag zeggen. Dat werd grappig bevonden. Jos zat in Hilversum. Dat heet remote regie. Goed, het zal kostenbesparend zijn, maar hoe vaak heb ik de presentatoren niet kort voor live even bemoedigend toegesproken? Hoe vaak heb ik in de greenroom talkshow debutanten geleerd dat ze ook in beeld zijn als ze niet aan het woord zijn en walking around iets opgevangen dat relevant zou kunnen zijn voor de show? Gewoon blij dat ik de remote regie niet mee heb hoeven te maken. Maar laten we positief eindigen. We hebben in Nederland meer talkshow-presentatoren dan Koeman voetballers in de selectie van Oranje. We hebben een bestel waarin een programmaserie die door BNNVARA wordt afgewezen, hupsakee naar Omroep Max kan verhuizen. We hebben Jeroen van Koningsbrugge. We hebben Jeroen van Koningsbrugge overal en altijd. We hebben stalkers opgejaagd en oplichters betrapt en kinderen uit verre landen opgehaald. We hebben een presentatrice die zomaar een uur kan vullen met het openen van koffertjes. We hebben liefde voor de minder bedeelden in de samenleving, al moeten ze het liefste Down-syndroom hebben of van de Jostie-band zijn. We hebben weerberichten die langer zijn dan de opening van het journaal. We hebben nog meer Jeroen van Koningsbrugge. We hebben een journalist die adoptiekinderen herenigt met wat misschien hun moeder is. We hebben twee toppresentatoren op de strafbank zitten. We hebben een eigen courant en we hebben een waakhond met oorbellen. En we hebben geweldige mensen die met vakmanschap, creativiteit en wel degelijk passie tv maken. Die terecht worden geëerd met deze diamant. Zonder jullie was er geen moer aangeweest. Dankjewel.